Lokeren speelde vanmiddag uit bij Aalst, een ploeg die goed aan het seizoen is begonnen. Eendracht stond met 7 punten op de 7e plaats en beschikt met Steve Koreman over een spits die momenteel scoort met zijn ogen dicht. Hier is, met zijn ogen open, Koen Mullenaar. 3 minuten gespeeld, de eerste hoekschop is voor Lokeren, weggekopt in de voeten van Vidarsson, maar het schot is te zwak. Na 7 minuten de eerste goede actie van Aalst, vandaag met 11 Belgen aan de aftrap. Combinatie tussen Van den Bossen en Davy Koreman. Koreman zet de actie in, Van den Bossen zet Koreman goed de ruimte in en Koreman maakt het ook af, 1-0. Een vroege voorsprong voor Eendracht, mooi samenspel aan de basis, maar Dabanovic gaat niet vrij uit. Eendracht-Aalst is gevaarlijker, Dirk Daalmans goed tot bij Peter van der Heijden. De Lokerse verdediging is geklopt, maar Gunter Thibaut kan er niet bij. Lokeren mist scherpte in de duels en precisie in de combinatie en Aalst dicteert de wet. Davy Koreman tot bij Peter van der Heijden, aanleggen en schieten, maar ver naast. 25e minuut dan, Chris Temmerman met een verre bal naar voren, een goede bal ook. Steve Koreman vrij op de rechterflank, Dabanovic eruit en verslagen, maar Van Hazenbroek werkt weg. Minuutje later een inworp van Steve Koreman. Via Daalmans krijgt hij de bal terug. Voorzet van Steve Koremans van op rechts. Dobrazinovic slecht weggekopt. Thibaut in eindtijd over. Alle gevaar komt van Aalst. Zelfs de vrijschoppen van Geneugde brengen Jan van Steenbergen niet in de problemen. Vonasek is gekwetst en Lekes heeft Boetka en Penichka opnieuw op de bank gezet. Dat komt de Lokerse opbouw toch niet ten goede. Op het half uur Boukali Sassi weg op rechts. Laag voor en dan een misverstand tussen Temmerman en Van Steenbergen, maar de schade valt mee. Lekes haalt de erg zwakke Dobrazinovic er dan af. Charles Dagot van de Ivoorkust komt in zijn plaats en komt ook meteen dreigen op een vrijschop van Van Hazenbroek. Maar uiteindelijk geen problemen voor Van Steenbergen. Lokeren begint wat beter mee te doen, maar Aalst blijft scherper. Van den Bossen stuurt Thibaut op links weg. In het centrum Steve Koreman, maar in één tijd rover. De Aalster, de topschutter, vandaag niet echt in zijn dagje. Aan de overkant pakt Boukali Sassi nog uit met een voltreffer, maar recht in de handen van Van Steenbergen. En net voor de rust opnieuw een kans voor Eendracht Aalst. Steve Koreman met een goede beweging en een goede voorzet. Achterin Gunter Thibaut met de kopbal, maar op Dabanovic. Zo blijft het 1-0 bij de rust. Lokeren stuurt in de tweede helft wat meer mankracht naar voren. Van Hazenbroek tot bij Chris Janssens, maar de kopbal is veel te hoog. Aalst wacht wat af. Charles Dago vrijgespeeld door Niksevic, maar het schot gaat naast. 10e minuut een inworp van Steve Koreman. Daalmans goed vrijgedraaid. Dabanovic krijgt de bal niet onder controle. Meteen daarna opnieuw Aalst van der Heijden met de hoekschop en Geoffrey Klaes met de kopbal rakelings over de kruising. Lekes vervangt Van Geneugde door Boetka en Niksevic door De Geest met een paar strategische herschikkingen tot gevolg, maar veel verandert er niet aan het spelbeeld. Lokeren zit wel beter in de match, maar zonder gevaarlijk te zijn en Aalst wil liever de nul houden dan de twee zoeken. 10 minuten voor tijd eindelijk nog wat opwinding met een verre bal van Daalmans. Thibaut krijgt de tijd om te mikken, een harde knal maar naast. Voor Lokeren dringt de tijd. Vidarsson naar Boukali Sassi. Die heeft Arts voor zich. Achterin staat Charles Dago, maar de gelijkmaker blijft uit. En dan de vrijschop van de hoop, want daar hebben ze met Boetka en Janssens de vaklui voor. Maar ook die laten het wel eens afweten, zoals vandaag bijvoorbeeld. In blessuretijd en tijdnood, Dabanovic met een verre bal. Eerst Chris Janssens en dan Boukali Sassi. Het schot is van Vidarsson, maar gaat naast. Aalst wint met 1-0 en pakt zijn eerste punten thuis. Lokeren blijft in een gevaarlijke zone.